I say, yo, cause I wanna meet up. But that ain't the way to go. When I seen how to shake that ain't. Hey, super leuk dat jullie weer kijken. Vandaag weer een nieuwe video voor jullie, namelijk 5 festival looks. En dit is iets wat redelijk vaak is aangevraagd door jullie. En aangezien natuurlijk het festivalseizoen voor de deur staat, of eigenlijk vorige week al is afgetrapt op Coachella. Dit hebben jullie vast op Instagram heel veel voorbij zien komen, aangezien bijna iedereen er was, behalve ik. Heel jammer, het is echt een droom om nog een keer naar Coachella te gaan. Wie weet volgend jaar. Maar goed, ik heb wel vast een beetje over nagedacht wat nou leuk is om op de festivals aan te trekken. Grote inspiratiebron is natuurlijk Instagram en daar konden we super veel outfitjes voorbij zien komen van Coachella. Dus ik ga eventjes mijn telefoon erbij pakken om eventjes wat outfitjes aan jullie te laten zien. Want ik heb natuurlijk hier wel al die looks, maar met de hele Coachella vibe of sowieso de festivalomgeving ziet het natuurlijk heel anders uit. Een van de trends die je veel ziet op festivals is toch wel jeans, jeans shorts, jeans jasjes, alles jeans. En heel veel off-shoulder jurkjes en topjes. En daarnaast zie je ook echt heel veel bloemenprints. En dat heb ik ook een beetje geprobeerd om te laten terug te komen in de outfits die ik zo meteen voor jullie ga stylen. En daarnaast hebben we natuurlijk de boots. Ja, het is toch wel op festivals dat de meeste mensen, ook ik, graag gewoon lekker lompe schoenen aan heb. Er mag opgetrapt worden, alhoewel op een nieuwe witte Balenciaga's mag misschien nog niet getrapt worden. Maar goed, voor het idee hebben we die er ook even bij gepakt. Maar zoals mijn Dr. Martens, die mogen gewoon helemaal afgetrapt worden. Hoef niet meer na te denken. En het geeft je outfit toch een extra stoere touch eigenlijk. Dus dat is wel iets wat eigenlijk tof is om onder je outfits aan te trekken. En bij alle outfits horen natuurlijk ook accessoires. Dus de hoedjes, petjes, chokers, armbandjes, kettingjes. Alles wat je qua accessoires kan bedenken, dat mag tijdens het festivalseizoen gewoon om en op en alles. Dus ik denk dat we gaan gewoon beginnen met de eerste look. En voor look 1 heb ik gekozen voor een lange bloemenjurk. En deze combineer ik met een stoer leren jack met franjes. En aangezien het in Nederland natuurlijk 9 van de 10 keer gewoon super slecht weer is, of nou ja, ja. De festival dat ik hier in Nederland ben geweest, was 9 van de 10 keer gewoon regen en was het koud. Dus ja, als je er dan toch leuk uit wil zien, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor zo'n lange jurk met een leuk stoer leren jasje. En om het af te maken, de Dr. Martens, de stoere boots. Ik ga het even voor jullie aantrekken en ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze look gaan vinden. Voor de spiker shorts. En deze die combineer ik met dit crop topje. Je zou misschien denken, dat is misschien een beetje apart bij elkaar. Maar wat je dus heel veel ziet is al die kleine, korte, soort van ja, bikini-achtige tops zijn het bijna. En om het dan net even wat stoerder te maken heb ik ervoor gekozen om dan dit bomberjasje over de schouders of aan er overheen te doen. En voor de schoenen. Ja, welke schoenen doen we hieronder? Ik denk dat we toch voor deze look wel ook weer voor deze Dr. Martens gaan om toch echt even wat stoerder te maken. En voor de finishing touch kunnen we altijd nog kiezen om daar een leuk rood tasje bij te doen. En je kan natuurlijk sowieso bij elke look altijd een leuke zonnebril opzetten om het allemaal nog even een beetje op te spicen. Ik ga deze outfit voor jullie aandoen. Ik ben zelf ook best benieuwd hoe die staat eigenlijk, want ik heb hem nog niet aangezien. Dus ik ga hem nu aantrekken en gaan we nu naar de volgende look kijken. Zo, dan gaan we nu naar de derde look. En voor de derde look gaan we voor leer. En hiervoor heb ik gekozen voor dit superleuke leren rokje met een riem eraan vast en leuke ritsen. En in combinatie doe ik daar deze off-shoulder top op. Deze is echt super gaaf. Hij is wat korter. En dat is ook leuk dat je dan ook nog de bovenkant van het rokje goed ziet. En om het af te maken,
doen we daar de witte laars bij. En nu weet ik dat heel veel mensen de witte laars nog niet geaccepteerd hebben. Maar ik heb deze net nieuw en ik vind ze echt geweldig. En het zou deze look sowieso ook helemaal compleet gaan maken. Dus die trek ik erbij aan. En dan gaan we ook nog even naar de sieraden en de zonnebrillen. En ik denk dat het leuk is om daar dan deze witte bril bij op te doen. Dit is een beetje zo'n klein, ja, een beetje uit een 90s-achtig brilletje. Dit zie je super veel nu voor de zomers. Echt wel een trend. Heel veel mensen moeten hier ook nog aan wennen. Omdat we natuurlijk gewend zijn om allemaal die grote brillen op te hebben. Maar het wordt allemaal kleiner. Dus ik denk dat ik die erbij op doe. En ik denk dat dat heel leuk staat. Oké, dan gaan we door met look 4. En voor look 4 heb ik gekozen voor deze een beetje romantisch-achtige jurk. En om net er even wat stoeler te maken, vind ik het leuk om dan zo'n spijkerjas overheen te doen. En deze die heeft hele leuke lace detail op de rug. En wat het leuke hiervan is, omdat hij dus zo'n blote hals heeft. Om nog net even wat extra details aan je outfit toe te voegen, is het dan leuk om wat kettingjes of grote oorbellen toe te voegen. Leuke kettingjes en laagjes over elkaar. Omdat je hier gewoon toch mooi een lage V-hals hebt en dan hier op je borst gewoon wat leuke kettingjes hebt of dingetjes. En ik denk dat ik wederom voor mijn favoriete festivalboots ga, de Dr. Martens. En we doen natuurlijk ook nog een leuke zonnebril bij. En dan ga ik voor deze Ray-Ban met een gouden contuurtje. Dit is een bril van Ray-Ban. Ja, het is ook een beetje een ouderwets model. Maar deze zie je nu ook heel erg veel. Ik vind hem super leuk. Hij is van Leo, mijn vriend. Maar ik vind hem altijd nog om op te zetten. Ik ga dit aandoen. Ik denk dat dit misschien wel een van mijn favoriete looks is. Ik vind het heel erg leuk als ik wit in denim. Dus ik ga dit aantrekken. Oké, dan zijn we alweer aangekomen bij look 5, de laatste look. En hiervoor heb ik gekozen voor een zwart jurkje. En het leuke van het jurkje is dat hij eigenlijk alle trends, festivaltrends, sowieso zomertrends in één heeft. En het leuke bij zo'n zwart jurkje vind ik eigenlijk om hem gewoon helemaal verder zwart af te stylen met bijvoorbeeld gouden of zilveren details. En dan zou ik hiervoor kiezen om deze stoere laarsje eronder te doen die ook gouden details heeft. En dan zo'n leuk klein backpackje erbij om te doen. Dit is ook iets wat je heel erg veel ziet op festivals. Omdat het natuurlijk handig is omdat je het gewoon makkelijk op je rug kan doen. En het ziet er ook nog eens super leuk uit. Ook als je een jurkje aan hebt met zo'n klein rugtasje erbij. En ook hierbij zou ik voor kiezen om gouden zonnebril te doen of iets met een goudrandje. En wat gouden armbanden. Ik denk gewoon dat dit ja, een hele leuke look is. Ik vind dit jurkje echt heel leuk. Ik kan echt niet wachten tot het weer een beetje beter weer wordt in Nederland. Zodat ik dit ook aan kan trekken. Ja, ik ga deze laatste look dus ook nu voor jullie aantrekken. En ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot zo! Alle vijfde looks. Ik ben natuurlijk super nieuwsgierig welke look nou jullie favoriet was. Ik denk dat mijn favoriete look de laatste look was. Ik weet niet. Ik vond ze eerlijk gezegd allemaal leuk. En ik kan eigenlijk niet wachten totdat het festivalseizoen hier in Nederland gaat beginnen. Dat het lekker weer is en dat ik al die leuke outfitjes aan kan trekken. Laat me dus eventjes weten welke jouw favoriet is. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen. En ik hoop jullie heel snel weer te zien op mijn kanaal. Doeg!